Dit is een larix. Een Europese larix. De larix decidua. Het is een jambedori. Ik heb hem een maandje of drie geleden gekocht bij Ruud Lakkers. Die heeft deze boom uitgegraven in Oostenrijk. En een jaar of vier geleden. En ik vind het een aardige boom. Duidelijk een cascade. En met een geweldige mooie stam hier. Een dikke stam. De boom is duidelijk ook deze. Dit is de voorkant. Ik kan hem helaas niet draaien om de achterkant te zien. Maar die is echt iets minder interessant. Ik wil deze boom nu gaan verpotten. We zitten nu 23 september. Ik wil deze pot dus nu gaan verpotten. Omdat ik hem in februari, maart wil gaan stijlen. En dan is het mooi al het groen eraf en dan kan ik hem mooi stijlen. De boom die heeft de afgelopen maanden flink voeding gekregen. Hij is goed gegroeid. Je ziet dat hij er zelfs voor in september nog mooi groen uitziet. Ik heb hiervoor gekocht een Tokonama pot. Een cascadepot. Een flinke grote. Het is ook dat de boom dus anders dan dat hij nu ligt in de pot komt. Zoals hij nu ligt is hij zo topzwaar tot bijna geen één pot dat kan houden. Als er een beetje wind staat dan gaat ze kiepen. Ik heb er hier elastieken op zitten. Als ik hier afhaal dan valt die om. Ik wil de boom dus iets gaan verdraaien. Dus hij komt eigenlijk hier iets meer omhoog. Zo. En daardoor, omdat dit dus meer aanzicht krijgt, komt ook de stronk iets massiever en massaler over. De boom die heeft een hele aardige dikke tak. Jammer dat hij een beetje recht is. Er had iets meer beweging in mogen zitten. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Kunnen we misschien later nog eens proberen om daar een beetje beweging in te krijgen. Maar ik weet niet of dat echt nodig is. We kunnen ook een beetje die rechte lijnen hier met takjes hier zitten nog ergens iets voor laten komen dat je een beetje de lijn onderbreekt. Een hele aardige cascade moet ik zeggen. Daar zit volop groen in. Dit wordt dan straks de top. Misschien wel gedeeltelijk een dode top. Ik wil wel de top nog veel meer naar de boom toe krijgen. Dus daar zal nog ietsjes aan gespannen moeten worden. Het onderhoud ook. Zal allemaal een beetje meer deze kant heen moeten komen. Hoe ik hem precies in de schaal ga krijgen, dat weet ik dus nu nog niet. Want ik weet niet precies wat er hierin zit. Het is hier goed geworteld, want aan alle kanten komen de wortels boven de grond uit. Dus dat wordt nog heel even bekijken. Ik ga de schaal voorbereiden en het grondmengsel en dan zal ik na de hand deze boom eventjes voorzichtig uit de pot halen en dan probeer ik hem met zo min mogelijk eraf te halen, dus niet aan de wortels komen, probeer ik hem over te zetten. Het grondmengsel is verder goed, is mooi doorlatend, dus daar gaan we maar eens aan beginnen. Ik zit hier nu tegen de onderkant van de stam aan het kijken. En hier zit dus helemaal verwolmd hout in de binnenkant. Dus daar zal ik nog moeten gaan behandelen met houtbescherming. Want dit is zacht aan het worden. Dus dat ga ik met woodproof silver, een Engels spul. En heb ik bij Crane Potter gekocht.
En dan kun je dit nog een beetje inspuiten tot er wat vocht in trekt. Dan vervolgens die woedpoorschilver kan je erop doen met de kwast. En dan net zo lang met de kwast door blijven gaan tot er niks meer opgenomen wordt. En dan wordt dat keihard. Maar dat moet hier dus wel gebeuren, want anders gaat van de binnenkant uit rot mijn stomp weg. Zo, meer haal ik de wortels niet meer uit elkaar. Er zit hier nog wat heel lang spul in. Dat zal ik eraf halen. Maar meer haal ik er niet af. Dus hier die lange wortels. Die krijg ik anders toch niet netjes in de akkerdame. Zo. Dat is eigenlijk alles wat ik eraf haal. Dan heb ik vervolgens hier de schaal. Het is een behoorlijke pot. Dan zal hier ongeveer zo in moeten. Ja, je ziet dat het hele effect nu van, maar kijk, hij blijft nou staan, die gewoon deze van, nou allemaal. Nou is alleen de tak niet meer zo'n vallende tak als het was. Dus hij is hoger gekomen. Maar dat vind ik geen probleem, want ik vind het aanzicht hierop wel mooier. Dit is al een hele grote pot. Dan ga ik hem eens eventjes vastzetten. Alleen eventjes kijken waar, want hij is nu al behoorlijk glad te staan. Oh, wacht eventjes, ik moet mijn dood hout nog bewerken. Dus hij moet er weer uit. Dan zullen we eerst eens even doen. Het vermolmde hout bewerken. Dit is dus de onderkant, heb ik dus al helemaal afgespoten. En dit begint te vermolmen helemaal. Hier zit een mooie sapstroom in van de rest van het groen van boven. Een hele dikke. Maar hier vooraan zit dus, dit is allemaal een beetje aangetast. Niet heel erg, hier is het ergste aan de buitenkant, hier op die hoeken. Dat kun je voelen, als je erin prikt, dan prik je er echt in, net boter. Niet zo heel zacht, maar als boter, maar bijna. Dus dan gaan we nog een paar keer nat spuiten tot er water intrekt. En als het helemaal verzadigd is, of helemaal verzadigd is, dat er voldoende water in zit, dan kan ik beginnen dus met die kunststof erin te brengen. Nou, dat herhalen we nou een aantal keer, zodat het tot een flink vocht opneemt. Kijk, dus dit middeltje. Treecum Wood Preserver en Stabilizer. Het is heel goed spul. Ik heb hier al een keer een boom mee behandeld. Het werkt perfect. En ik heb het ook al een keer uitgeleend bij iemand die het ook bij een... bij een rottende stam gewerkt heeft. En dat werkt het ook goed. Dus het is goed spul. Daar blijft je hout hard van. Het is wel zo, als je gekleurd hout wil hebben, dus als je jins wil doen, dan moet je eerst je jins op kleur brengen. Dan zuigt de kleur er nog in. Hè, met je jinvloeistof. En dan gebruik je pas dit. Als je het andersom doet, dan krijg je hem niet meer gekleurd. Want dit verzegelt de boom totaal. Het is een soort, wordt een soort plastic. Maar dan is de rot afgelopen. Als je zorgt dat je eerst je takken, of je, wat je ook wil doen, eerst zorgt dat je op kleur hebt, werkt het perfect. Je brengt het op met een kwastje. En dat doe je dan net zo lang tot het niet meer opgenomen wordt. Dus ik doe er een kwastje, stop het erin en ik ga over het natte gedeelte, kwast ik
En dan zie ik het wegtrekken. En dat blijf ik net zo lang doen tot hier een. Tot het blijft staan. Hier druk gewoon mooi intrekken. Ik denk niet dat het erg diep vermolmd is, want het was ook al heel snel verzaagd met water. Dan kun je zien als je er water op spuit en het blijft maar zuigen, ja, dan heb je natuurlijk, zit het heel diep. Maar hier had ik al gehoord dat het hout verzadigd raakt. En als dat zo is, ja, dan is het vrij oppervlakkig, maar ja, we willen het toch niet kwijt. Dat blijft nu wel staan, dus weer eventjes wachten en dan gaan we verder. Zo, de trigger is zo goed als opgedroogd. Hij plakt niet meer. Dus kunnen we gaan beginnen met het oppotten. Het is een grof mengsel van Akadama. Akadama en Bims. Het is 60% Akadama en 40% Bims. Niet helemaal 50-50, dat kun je dus ook doen, maar in de zomer vind ik het wel fijner als er iets meer Akadama in zit, dat je dus iets meer vocht vasthoudt. Dat vind ik wel fijner. Zo, we moeten eens even kijken door een beetje. Plaatseer door hem dat hij een leuk aanzicht heeft. Ja, dit moet eraf hier, dat is helemaal niks. Beetje te veel erin, want ik wil de bovenlaag, dus de Akadama met Kiryu, hè, want ik zie die Kiryu liever dan die Bims. Dat is dat bruin-witte, dat vind ik, dat contrast is iets te hard. En als je dan een mooie laagje Kiryu erin hebt verwerkt, dan die lava steen is veel mooier. Dus ook een beetje denken aan de schoonheid, de uitstraling. Zo, dat is genoeg. Thank you.
zal er wel genoeg zijn. Dus je moet ook nog een beetje in de gietrand houden. Dan pak ik nog heel eventjes een rubberhamer. Mocht je dit thuis ook nadoen, hou er rekening mee. Dit is gebakken aardewerk, steengoed. En dat kan niet tegen heel veel impact. Dus doe dit met beleid. Slaat je pot gauw kapot hoor. Nou, het is goed zo. Zo, dan staat de pot ook een beetje stevig. Als hij aangegooid is, dan zit hij muurvast. Ja, en dit dode hout, daar moet je iets aan doen. Hè. Dit kruddetje hier, dat moet eraf en zo. Dan heb ik een mooie gietrand in ieder geval. Als het aanzak, kan ik al nog een beetje erbij doen. Maar in ieder geval, dit is al een hele aardige gietrand. Dus nu volgt over een aantal maanden de vormgeving. Zo, ik ga de boom aangieten. Dat doe ik even buiten. En zien we de volgende keer, zien we verder als we de boom gaan vormgeven. Nou, tot kijk.